De vorige keer zagen we de malafide bedrijfsvoering van Sintra. Vandaag gaan we verder. Het zit er weer op. Inpakken. We zijn 5 minuten over. Staf. Dag. Doei. Tot ziens. We gaan even afrekenen, hè, geloof ik. Want pas onderin, 11:30 komt hij op. 11:30? Ja. 500 hadden we al gesproken, ja, toch? Ja, vriend. Sowieso 20% extra op de kaasblokjes. Voorrijkosten, overboeking. We zijn fucking laat. Gewoon aftikken. Hier. Ja. Keuken gaan, jongens. Het eens zo fijne kinderfeest is veranderd in een geldslurpende plichtpleging. Maar hier bleef het niet bij. Ik krijg een tip van de 25-jarige Guillaume Autar. Deze ex-Zwarte Piet probeerde na vrijwillig ontslag, na jaren van hard werken, zijn baan weer terug te krijgen. Maar werd door de afdeling Human Resources keihard de deur gewezen. Guillaume, jij bent ex-werknemer van Sintra. Waar denk je dat het is misgegaan? Ik heb jarenlang voor Sinterklaas gewerkt. In het begin was het een goede samenwerking. Het begon met gekleurde pieten, kaaspieten, stroopwafelpieten en op een gegeven moment werden het witte pieten. En je zag gewoon dat de witte pieten ons werk overnamen. Maar op een gegeven moment miste jij het avontuur en wilde je terug. Wat gebeurde er toen? Ja, je merkte gewoon dat je niet welkom was als oude garde. De oude garde? Nou, de Zwarte Pieten. Ja. En wat wil jij dat er nu gaat gebeuren? Ik wil hem laten stoppen. Dat gaan we regelen. Dit is Piet. Ogenschijnlijk een ouderwetse Zwarte Piet. Maar als je goed kijkt, zie je dat ik het ben. We zetten een uitgebreide undercover operatie op. Om zo achter de ware aard te komen van Sintra en zijn malafide bedrijf. Ik heb gesolliciteerd als de blanke Albert. Vervolgens kleed ik me om en zal ik me voordoen als Zwarte Piet. Om zo ongemerkt toe te kunnen treden tot het Pietengilde. En de verborgen camera's gaan mee. Nou, we staan nu in Amsterdam Zuidoost, bij het kantorencomplex van Sintra. Hier heb ik een sollicitatie met Piet, regiomanager Piet. En ik zou bellen als ik er was. Dus ik ga hem nu bellen. Regiomanager Piet Lodewijk, goedemiddag. Goedemiddag, met Albert, met Piet. We staan beneden hoor. Kom ik u nu halen, ogenblikje. Dank u. Dag. Daar staat hij al, jongens. Kom op. Goeiedag. Hallo. Hallo. Piet. U bent Piet? Ik ben Piet. Ik kom voor de sollicitatie. Oké, hij was niet helemaal doorgekomen. Kleurtje zie ik, maar... Oké. Okay. Ja, komt er maar, hoor. Zeker een behoorlijk lange reis, denk ik. Nou, dat viel wel mee. Nou, hoe lang was het vliegen? Ik kom gewoon uit Nederland. Volgende keer zie je de ontknoping van dit bizarre sollicitatiegesprek en zien we of mijn vermomming werkt.